Mijn naam is Jos Stie, ik ben theaterregisseur en ik heb een voorwerp wat ik graag zou willen voordragen voor de virtuele vitrine. En dat is een voetbalshirt van de sportclub Heerenveen. En het bijzondere eraan is dat het is getekend door Foppe de Haan, de beroemde trainer van deze voetbalclub. En de minstens even beroemde en legendarische oud-voorzitter Riemer van der Velde. Die heb ik gekregen. Daar ben ik bijzonder trots op. Hij hangt in mijn kamer. En daar kijk ik toch, als ik in mijn werkkamer ben, toch af en toe even naar. En daar komen de prachtige herinneringen op aan een hele bijzondere productie die ik heb gemaakt in 1995. Namelijk het voetbal- en theaterspektakel ABE. En dat is eigenlijk de eerste grootschalige voorstelling op locatie. Dus buiten het theater, wat ik heb gemaakt. En wat is er zo bijzonder aan? Het is een combinatie van live voetbal, het naast voetballen van een voetbalwedstrijd, en 8 grote theaterscènes over het leven van de legendarische voetballer Abe Lenstra. Ik herinner me nog dat ik naar Foppe de Haan toe ben gegaan met de vraag: kan je een voetbalwedstrijd navoetballen? En hij zei: ja, waarom niet? En welke wedstrijd bedoel je? Ik zei: nou, die hele beroemde wedstrijd in de 50 jaar. Oh, die 6-5 tegen Ajax. Legendarische wedstrijd. Heerenveen stond bij de pauze op 1-5 bij de rust achterstand. En na de rust onder leiding van Abe werd het 6-5 voor de Friese. Het werd toen zo'n succes dat ik ook gevraagd ben ook om op andere punten dat soort voorstellingen te maken. Ik herinner me bijvoorbeeld op Oerol dat wij in de duinen de voorstelling hebben gemaakt van het stuk Peer Gynt. En zo werd ik ook een keer gevraagd door een dirigent uit Friesland. Die zei: ik heb een opera en die moet op het water worden opgevoerd. Zou je daar eens naar willen kijken? En toen dobberde ik met hem, hoort de Pruiksma, in zo'n bootje. En we dobberden over de Friese meren. En hij liet mij de opera Orfeo en het Eurydice van Von Gluck horen. Uit een cassette recordertje. Dat hebben we geprobeerd toen in Friesland. Dat is gelukt. We speelden op het water, in het water, onder water. En toen ik naar Utrecht ging voor de Utrechtse Spelen, heb ik de wens uitgesproken om dat nog één keer opnieuw te mogen maken op een wat meer beslotene locatie. En al zoekend, via Google Map, konden we daar uitkomen, kwamen we bij een prachtige vijver. Dat zag er van boven geweldig uit. En toen zoomden we in en toen bleek het Paleis Soestdijk te zijn. En vorig jaar was het dan zover dat we hier op deze plek de opera Orfeo en Eurydice mogen opvoeren met als achtergrond Paleis Soestdijk. En als je nou omdraait, dan zie je de tribune waar elke avond 1800 mensen zitten. En dan zie je ook een beetje van hoe groot de locatie is en wat we allemaal gebruik maken ervan. Hangend in mijn kamer kijk ik nog regelmatig naar dit shirt. En het is toch een beetje een moment geweest in mijn leven. Een heel bijzonder moment. Het begin van een aantal projecten zoals hier op Paleis Soestdijk. Van grootschalige voorstellingen op bijzondere locaties. Waarin de geschiedenis van de locatie een hele belangrijke rol speelt. En daarom denk ik dat ik vind dat dit shirt toch wel eigenlijk hoort in de virtuele vitrine. En, daarom zou ik dat willen voordragen.